Au! Oh, hoi Kit. Ik was even lekker met de Playmobil aan het spelen. Ik weet alleen niet waar Olly is. Hebben jullie hem misschien gezien? Nee? Ook niet? Nou, dan speel ik nog maar even verder met de Playmobil. Au! Nou, alweer. Oh, wacht eens. Ik zie je wel, Olly. Ja! Oh, wat ben jij hier aan het doen, Olly? Ik ben mijn buisje met pijltjes even aan het testen. Buurjongens hadden er ook één gemaakt. En we gaan zo meteen echt vechten. Dus dan moet ik goed voorbereid zijn. Nou, dat deed echt pijn, hoor, Olly. Oh, mooi. Dan doet je het supergoed. Nou, Olly, dat is echt niet leuk, hoor. Hé, hey, en trouwens, vandaag gaan we hartstikke veel leren weer. Over de wapenrusting. Ja? Nou, en ik hoop dat we het gaan hebben over het schild. Want dan kan ik me verdedigen tegen al die pijltjes van precies, jou. Precies, dan voel je deze niet. Nee! Ja. Oh, nou, ik ga snel mijn schild halen. Is echt niet leuk hoor, Olly. Kijken wij ondertussen naar een filmpje. Hoe is het met... Hey, ik ben Floor. Ik ben 9 jaar oud. En ik woon met mijn ouders en mijn zusje in Veenendaal. En ik ga vandaag naar de toekomst. En jullie gaan met mij mee. En Floor, dankjewel voor je leuke filmpje. Te gek. Hey, we gaan lekker zingen en dansen om onze God te aanbidden en groot te maken. Doen jullie met ons mee met het liedje Onder, Boven, Voor en Achter. Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij. Gedaan!
voordat we verder gaan met deze dienst, gaan we met elkaar bidden. En vandaag doet Tim dat met ons. Lieve Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we vandaag weer nieuwe dingen mogen leren over de wapenrusting van u. Wilt u het een leuke dag maken? En ook zitten we achter de computer. Wilt zorgen dat u bij ons bent. Wilt zorgen voor die mensen die corona hebben. Wilt zorgen dat ze beter worden. Wilt zorgen dat het corona snel is afgelopen. In Jezus naam. Amen. Wauw, dank je wel Tim. Goed gedaan, jongen. Hey kids, en we gaan met elkaar weer een liedje zingen over de wapenrusting van God. En we gaan lekker marcheren met elkaar, dus doe met ons mee. Daar komt-ie! Ik liet te slapen. Ja. Nou, soldaat is op alles voorbereid. Ik heb mijn schild gewoon netjes bij me. Nou, is echt stom. Ik wilde je terugpakken. Hé, hey, ik denk dat mama de boodschappen weer heeft laten leven. Nou, dan ga ik proberen het nu nog een keertje te doen. Hallo meneer, kom maar even verder hoor. Zoek is het goed. Veer! Ah. Oh, sorry meneer. Nee, joh. Oh, sorry. Geef niet, kan gebeuren. Wat doe je nu? Geen probleem. Dat is voorgang uit Monsieur. Ik kan trouwens wel goed richten. Ja, maar dat was eigenlijk tegen Olly bedoeld. Oh. Maakt niet uit. Ik kom een boek brengen. Oh, is die van papa, denk ik? Ja. Papa ja. Is er niet, die is doepie uitlaten. Ja, okay. Je mag dat zo op de tafel leggen, hoor. Dan heb je het zo meteen zelf al op. Ja. Hé, hey, maar wat zien je de koe uit? Allebei. Hè? Ja, wat is dat? Dit is de wapenrusting van God die we aan hebben. Die hebben we gekregen van oom Paulus. Ja. Inderdaad, ik zie een riem. Ja. Ik zie sandalen. Ik zie een harnas. Ja, dat klopt. En is nu waarschijnlijk vandaag het schild aan de beurt. Oh, wat knap, Paulus. Hij weet dat gewoon. Het schild is aan de beurt. Ja, maar we weten eigenlijk niet zo goed waar het schild voor staat. Nee. Weet u dat misschien? Ja, het schild staat voor geloof. Het schild beschermt je tegen de
pijlen van de duivel. Er kunnen bijvoorbeeld hele nare dingen gebeuren. Of mensen zeggen hele nare dingen tegen je. En dit schild beschermt je. Oh, zo, op die manier. Wauw, maar... Hè? Waarom is voor dan... geloof? Ja. Ja, het schild van het geloof. Maar wat betekent geloven dan precies? Weet je wat geloof betekent? Geloof is eigenlijk, je zou het zo kunnen zeggen... geloof is dat je, vertrouwt op iets wat je niet ziet. Het is net als met de wind. Weet je wel, de wind die kun je voelen. Ja. De wind die kun je horen. Maar de wind kun je toch niet zien? Nee, toch? Dat klopt. Inderdaad, zo is het ook met het geloven in God. Je kunt God kun je voelen. Soms kun je God horen. Oh. En door te geloven in God weet je dat hij je beschermt... en dat hij er voor je is. En dat staat eigenlijk symbool voor dat schild. Maar waarom is dan het schild geloof? Nou, door geloven in God, door hem te vertrouwen... is het als het ware alsof God voor je komt te staan. Het schild. Oh, de pijlen van de duivel kunnen je niet raken. Zo. Maar als je het schild wegdoet... Ja? Dan ga je bijvoorbeeld twijfelen. Of je gaat in leugens geloven. Oh, ja. En daarom is het heel belangrijk dat je het schild van het geloof voor je houdt. Want daarmee zeg je, God, ik vertrouw op u. En ik weet dat u mij beschermt. Oh. En dat u voor mij zorgt. Oh, wat goed! Ja, dan moet ik dus echt altijd mijn schild bij me hebben, hè? Dat is heel belangrijk. Want dan kunnen die pijltjes die van jou, die jij mij schiet, dus mij niet raken. Precies. Dus niet geloven in leugens en twijfels hoeft helemaal niet... als je dat schild maar voor je houdt. Ja, gaan we doen. Begrijp je nu waar het schild voor staat? Ja, ja. Ik snap hem helemaal. Super. Hey, ik ga weer. Doeg, hè? Doei! Nou, Sophie, heb je het echt begrepen? Ja, gaan we even een testje doen? Oh, leuk! Want ik heb hier natuurlijk nog die pijltjes. Wat moet ik doen? Nou, Sophie... Dit zijn dus de pijltjes, hè? Ja. Dit zijn dus de leugens, die komen op je af. Oh ja? En het schild van geloof moet jou gaan beschermen. Oh, maar dat doet hij wel. De Heere God bescherm mij. Eerste pijltje is... Deze staat voor... Jij bent dik. Zo, die was hard, maar ik ben helemaal niet dik. Want het schild van geloof beschermt mij. Goed zo. Want God vindt mij prachtig. Komt de tweede, Deze staat voor... Jij bent echt niet belangrijk. Jammer, joh. Die kan me niet raken. Want God beschermt mij. Goed zo. Want ik ben heel belangrijk, zegt de Heere God. De laatste. Jij bent een mietje, Ja, en die raakt mij ook niet. Yes. Want ik geloof in de Heere God en dat schild beschermt mij. Vet goed, hè? En ik ben sterk in de Heer. Hartstikke idee. Amen, yes. Sophie. Nou, mijn pijltjes schieten doet het goed. Jouw schild doet het goed. Zeker. Ik ga lekker buiten spelen met de buurjongens. En ik ga ook vertellen over het schild van het geloof. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ga je meespelen? Ja, vind ik heel leuk, Olly. Oké. Okay. Yes. Doei. We gaan samen met Tim uit de Bijbel lezen. Bij de Heer ben ik veilig. Hij is de Allerhoogste God. Bij hem vind ik rust. Hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem, u beschermt me. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een schild. Hij houdt elke aanval tegen. Wauw, wat een mooie tekst. Goed gedaan. Hey, en kids, jullie mogen thuis ook weer een nieuwe tekst gaan leren. En dat is deze uit een hele mooie psalm. U beschermt me. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. En hoe mooi is dat, dat we mogen weten dat we altijd op de Heere God mogen vertrouwen. En weet je, de Heere God die beschermt ons en hij zorgt voor ons. En eigenlijk is de Heere God net als een herder. En daar gaan we een liedje over zingen. We gaan met elkaar zingen, samen met Joshua en Sophie. De Heer is mijn herder. Hij brengt mij tot rust en uit.
verder. Wauw, prachtig gezongen. Dank jullie wel. En wat ontzettend gaaf dat we dat mogen weten en beseffen. Dat de Heer onze herder is. Hey, en kids, we gaan nu met elkaar weer een lied zingen. God van licht. En dat lied dat gaat erover dat God onze gids is. Hey, en hoe gaaf is dat om te weten? Dat waar je ook naartoe gaat, wat je ook doet, de Heere God, die leidt jou. Hij heeft een plan met je leven en hij gaat voorop. Zingen jullie met ons mee en dansen jullie mee? Komt ie! Komen van deze dienst. Maar voordat we het laatste lied gaan zingen, wil ik met jullie gaan danken. Dank jullie mee? Lieve Heere God,
dank u wel voor deze prachtige dienst. Heer, en dank u wel dat u onze gids bent. Waar we ook naartoe gaan, wat we ook gaan doen, u leidt ons. Heer, u hebt een plan met ons leven voor een ieder van ons. Dank u wel daarvoor. Heer, en wilt u met ons meegaan? Wilt u ons ook laten zien wat dat plan voor ons is? Heer, laat dat zien aan ons. Leg het in ons hart. Heer, dank u wel dat we zo mogen zingen, dat we mogen dansen en dat we u mogen grootmaken. Dank u wel dat u onze beschermer bent en dat u onze God en Vader bent. In Jezus' naam. Heer in de hemel, wij prijzen u, onze God en onze Vader. U alleen weet wat gebeuren moet, in de hemel en op aarde. Want u bent koning over alles, nu. De allersterkste en de mooiste tot in eeuwigheid. Hier in de hemel, wij vragen u, geef ons elke dag te eten. Vergeef onze fouten, zoals wij iemand anders ook vergeven, want u bent koning over alles, nu en voor altijd. De allersterkste en de mooiste tot in eeuwigheid. Hier in de Weet je wat jij krijgt? Van mij ook een schild. Ja, ja, Olly, jij van mij ook. Ben je beschermd tegen de pijlen die Sofie op je afschiet. Hey Sofie, wat ik trouwens net echt superleuk vond trouwens. Ja? Daardoor hebben wij natuurlijk gewonnen dat de buurjongens niet het schild bij zich hadden. En wij wel. Ja. Dus wij waren beschermd tegen hun pijltjes. En zij niet die van ons. Ja, we konden gewoon achter beschermen. Ja. Het schild van geloof. Hey kids, thuis kun je natuurlijk nu ook je poppetje verder aankleden. Met het schild van geloof. En daar kun je natuurlijk de Bijbeltekst bij plakken. Ja. Deze. Wauw. Wat staat er eigenlijk, Olly? Daar staat, u bescherm me. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. Zo, en dat is zo. Hey en kids, thuis kun je dus verder mee aan de slag. En vind het leuk als je een foto stuurt of een filmpje. Ja, super gaaf. Zien we je volgende week weer. Doei. Doei.